Dit was tot voor kort afgesloten gebied. In deze kamer lagen mensen met COVID-19. Groot scherm ervoor, coronazorg. En daar lagen daadwerkelijk de patiënten met COVID-infectie die beademd werden. Maar het is inmiddels weer rustiger in het Meander Medisch Centrum. En dus kunnen alle operatiekamers vanaf maandag weer open. Die kamers zijn hard nodig, want veel operaties konden de afgelopen tijd niet doorgaan. Voor de mensen die minder urgente aandoeningen hebben, ja, daar is de wachttijd feitelijk gewoon met 2 maanden voor verlengd. Want dat is in zijn geheel doorgeschoven. En dat vinden we heel erg pijnlijk. En daarom zijn we ontzettend blij dat we daar nu gewoon weer op volle kracht mee verder kunnen. Feitelijk gaan we voor die mensen verder waar we 2 maanden geleden gebleven zijn. Het ziekenhuis is er in elk geval klaar voor. Looproutes, afzetlinten, alles voor die 1,5 meter afstand. Nou ja, in ons ziekenhuis hebben we het geluk dat we 1-persoonskamers hebben. Dat betekent dat we niet alleen onze operatiekamercapaciteit volledig ter beschikking hebben, maar eigenlijk ook het beddenhuis, dus de kliniek, ook volledig tot onze beschikking staat. Ja, en dat maakt het voor ons mogelijk om, nou ja, om vol op te starten en dus heel snel weer naar het oude niveau van capaciteit te komen. Daar zijn we wel heel blij mee. Op het UMC Utrecht na zijn alle polyklinieken van ziekenhuizen in onze regio weer in gebruik. En daar is ook het zorgpersoneel blij mee. Ze willen graag weer voor iedereen klaarstaan. Ik ben ongelooflijk blij mee, want ja, opereren is ons beroep. En we hebben zorg te dragen voor onze klanten. En dat heeft de afgelopen tijd voor een deel stilgelegen. En daar hebben we natuurlijk zorgen over, want ja, die zorg moet uitgevoerd worden en die schuift door. Dus het was echt wel heel pijnlijk om je eigen werkomgeving deels te zien verdwijnen. En gewoon je werk niet te kunnen doen.